Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zegt dat er weer een stijging van het aantal misdaden is geconstateerd. En er hierop binnen korte tijd zal worden ingespeeld. Gisteren, voor de aanvang van de ministerraadsvergadering, zei de bewindsman dat het criminaliteitsvraagstuk met man en macht zal worden aangepakt. En daarop is er sowieso ingespeeld. Er is een heel programma uitgezet door het Korps Politie Suriname. Met verhoogde surveillances, roadblocks. Weet je, de gebruikelijke zaken die gedaan moeten worden. Wat soms speelt, is dat je gaat slapakken. En ik vermoed dat dit precies zo is toegegaan de afgelopen dagen. We hebben het is relatief rustig gegaan de afgelopen weken, maanden. Maar nu zien we weer die de stijging. En daarop zal sowieso worden ingespeeld. Er wordt daarop ingespeeld. Laat me aangeven dat we bijvoorbeeld vandaag bijkans 280 recruten hebben beëdigd tot buitengewoon agent van politie. En zij gaan gelijk worden ingezet. De recruten zullen ingezet worden in Mungo, Albina, Nikeri en Brokopondo. Omdat er specifieke locaties zijn waar de politie bepaalde zaken heeft geconstateerd. Amoksi stelt dat er daar strakke maatregelen getroffen moeten worden om matrus in de tent te brengen. Samenwerking, medewerking, dat is een specifieke issue voor Korps Politie Suriname. Om met ze uit te werken en modellen te bespreken. Kan het zijn dat er misschien camerabeelden worden gedeeld met de politie, met de centrale meldkamer. Dus al deze zaken moeten in kaart worden gebracht en besproken moet worden. De bijdrage van particuliere securitybedrijven aan het geheel van wat al gedaan wordt door de overheid, door politie, door KPA, door BBS en Defensie. Dus de mensen zijn met ontslag gestuurd en zij hebben ruimte om bijvoorbeeld bij de rechter te gaan en dergelijke. Dus het is aan hun om van die mogelijkheden gebruik te maken. Amoksi benadrukt dat de staatsveiligheid niet in gevaar is en dat de veiligheid is gegarandeerd. Er wordt gewerkt aan een wetgeving ten aanzien van het ordenen van de securitybranche.